Ik hoor nog. Dames en heren, hartelijk welkom. Extra vreugde mag ik wel zeggen dat jullie hier allemaal zijn. Na 2 jaar, Jikke, 2,5, hebben wij na al onze mooie lunchlezingen in het verleden nu weer eens een zaal vol kunnen mogen ontvangen. Dat geeft een extra vreugde aan het geheel. Mijn naam is Gelly Talsma en al jarenlang samen met Jikke van Tresor organiseren wij lunchlezingen. En het gaf ons altijd een heel groot plezier, die diversiteit die wij organiseren. Dat heeft u op de flyer kunnen lezen en dat gaan we nu gewoon gezellig mee door. Maar vandaag hebben wij ook weer een hele bijzondere gast, Arjen Dijkstra. Hartelijk welkom. Zijn boek, toen hij mij ooit vertelde dat hij daarmee bezig was, dacht ik, is niet alles al over geschreven? Dat denk je dan, hè? We weten alles al. Maar nee, je hebt een groot succes, landelijk, hè, wil ik maar even zeggen, met de reacties van zijn boek. Zelfs de koning had het liggen, op zijn bureau toch? Is dat zo? Ja. maar ook Brommer op zee, dat boekenprogramma. Ja. Daar lag hij ook. Dus dat vind ik zo leuk voor je. En ik wil je heel erg feliciteren met het succes van dit boek. En dat heeft een geweldige aanvulling op wat we niet weten. Nou, dan geef ik jou nu het woord, Arjen. Dankjewel, Gelly. Brommer op zee is het literaire. Ik ga eerst even uitleggen waarom ik het in het Nederlands doe eigenlijk. Want meestal spreek ik Fries en dan weer Nederlands in deze zaal. Ik weet het niet zo goed. Maar er zitten vooraan zit een aantal mensen, mijn moeder en mijn tante. En die verstaan het Fries wat minder, dus daarom spreek ik in ieder geval in het Nederlands vandaag. Brommer op zee is het literaire programma op Nederland 2, NPO 2. En daar lag mijn boek in de kast. En daar had ik op social media een berichtje over geplaatst. En vanaf toen was het een spelletje met Brommer op zee. Die hadden elke week hadden ze dat boek ergens liggen. En elke week, op een gegeven moment, stonden die presentatoren er ook mee in hun handen. Maar ze hebben er niet over gesproken. En dat was een beetje. Via de redactie kreeg ik dan berichtjes. Nou, heb je het zien liggen? We hebben het weer neergelegd. Dus dat was een beetje een spelletje. Maar ja, helaas, ik dacht, hou het nou een keer omhoog. Of zeg van, het is een leuk boek, of nodig me uit. Maar zover is het niet gekomen, helaas. Ik had iets voorbereid om te beginnen vandaag, maar dat is zo net een beetje allemaal in de soep gelopen. En dat komt omdat, nou ben ik het vergeten, dat komt omdat ik hier zei, Aukje Bos, die kwam bij me, die zit achter in de zaal, met dit boekje. Dit is een boekje uit 1780 en dat gaat over het planetarium. Het is misschien wel een van de belangrijkste bronnen over de geschiedenis van het planetarium. Het is in 1824, 1831, 1851, 1927, 1928 en zelfs in de jaren 90 nog is het opnieuw uitgegeven. Soms werd de tekst een beetje aangepast, soms was de tekst vrijwel hetzelfde. Het is de beschrijving van het planetarium van een hoogleraar. En het is eigenlijk precies waar ik het vandaag over ga vertellen. En dit is een eerste druk. Het is ontzettend leuk, of eigenlijk heel bijzonder. Want ik ben inderdaad al jaren met die Eisinga bezig. En dat boek dat kwam er niet af. En dat was een soort molensteen om mijn nek. En als ik dan er wel mee bezig wou, maar ik had geen zin om te schrijven, dan ging ik op internet zoeken of ik dit boekje ook ergens kon vinden, dat ik misschien zelf kon aanschaffen. En dat is me nooit gelukt in die 8 jaar. Dus het is heel bijzonder dat ik het nu hier in handen heb. En dit exemplaar is extra bijzonder, want het is, en dat staat op de eerste pagina, ooit het eigendom geweest van het planetarium zelf. Dus het heeft daar gelegen voor mensen ter inzage. En dat is hier, via omzwervingen, in een boekenkast in Leeuwarden, in Amsterdam, beland. En uiteindelijk hier vandaag op deze zaal. En dat is een beetje het verhaal wat ik heb gedaan. Ik heb al die bronnen die overal maar ergens terecht zijn gekomen, heb ik geprobeerd bij elkaar te zoeken. En daar heb ik een verhaal van gemaakt. En dat is dat boek. En dat ga ik niet vertellen vandaag. Want ik wou het hebben over
Want ik dacht, ik kan wel dat hele boek gaan vertellen. Maar ja, daar is niks aan. Daar heb ik natuurlijk dat boek voor geschreven. En die lezing heb ik ook al op andere plekken gehouden. Zelfs een keer op de Friese televisie. Dat is nog terug te vinden. Wel in het Fries. Ik ga het over iets anders hebben. De ontdekking van het planetarium. Op een dag, 17 maart 1780, schrijft een zekere heer een brief. Dat doet hij en français, in het Frans, naar iemand anders met wie hij in het Frans correspondeert. En ik ga daar een stukje uit voorlezen. Genialiteit schijnt iets te zijn van alle staten en alle landen. Momenteel hebben wij hier daarvan een voorbeeld. Een burger van gemiddelde stand, wolkammer van beroep, stelde bij zichzelf interesse in de astronomie vast. En heeft vervolgens een paar populaire werken gelezen en de tafelen van La Hire geraadpleegd. Hij heeft het in zijn hoofd gehaald een compleet planetarium te bouwen, hoewel hij er nog nooit een beschrijving of een afbeelding van had gezien. Hij is gaan uitrekenen hoeveel wielen, pinnen en tanden hij nodig had, en daarna heeft hij het geheel dusdanig naar de werkelijkheid gemaakt dat de machine alle belangrijke planeten en de maan bevat, die elk afzonderlijk bewegen en hun loop voltooien in hun werkelijke periodieke tijden en op hun proportionele afstand tot de zon en met hun excentriciteit. Dit is de eerste keer, voor zover ik het weet, dat een buitenstaander het planetarium beschrijft. En dat doet hij in een brief. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik vandaag ga vertellen. Daarvoor gaan we naar Vraneker. Voor mijn beeld, is iemand van u nog nooit in het planetarium geweest? Dat zou. Nou. Ik hoop dat u een beetje weet wat het is. En anders dan komt u er hopelijk achter in de loop van de lezing. En ik zou u alle willen uitnodigen om, zelfs al bent u er geweest, nog een keer te gaan. En misschien met een nieuwe blik te kijken. Dit is het planetarium. Hè. Daar staat het naast het stadhuis en naast de koffiebranderij in Vraneker. Een prachtige plek. Dit is een tekening. Die staat in het boek. Daar moet u het bijschrift niet bij lezen in dat boek. Maar ik vind het een van de mooiste tekeningen, want het laat zo mooi zien hoe dat planetarium er ligt. Het is inderdaad een klein huisje, maar dit is wel naast het stadhuis. Dus dit is midden in Vraneker. Dit is het oudste plaatje van het planetarium, voor zover ik weet. Tenminste, het oudste plaatje waar we het gebouw, het planetarium, op kunnen identificeren. Hier ziet u weer het stadhuis aan de ene kant. Het is een plaatje uit 1788. Ik heb het planetarium even omcirkeld. Dit is het planetarium. En we zien hier nog een keer wat hier aan de hand is. Hier op dit plein voor het planetarium. Hier staat iemand met een geweer. Hier werden mensen aan de schandpaal genageld, zeg maar, hè, letterlijk. Daar werden feesten gevierd, daar werd geëxerceerd door de defensietroepen. Er gebeurde van alles. Het was echt, en dat is dus allemaal voor het huis van die IJzeringa. Er zijn kinderen aan het spelen. Daar vindt het allemaal plaats. En dit is onze hoofdrolspeler, of eigenlijk één van de hoofdrolspelers. Dit is een plaatje trouwens dat gemaakt is bij een van de heruitgaves van dat boekje. Hier zien we uit 1851, geloof ik. Hier zien we IJzeringa zitten als een beetje een wat oudere man. Trots, hij heeft een medaille op. Hè. Hij is later in zijn leven, aan het eind van zijn leven, wordt hij benoemd tot broeder in de orde van de Nederlandse leeuw. Hij is eigenlijk een van de allereerste Nederlanders. Volgens mij is hij de zesde, als je op die lijst kijkt. Hè, ik heb die lijst erna gekeken. De zesde Nederlander die een lintje krijgt. De zesde gewone Nederlander. In de hele geschiedenis. Hè. Er waren natuurlijk altijd wel mensen in de adelstand verheven en zo. Maar dat hele idee dat je mensen voor een bijzondere prestatie een medaille geeft. En dat dat is. IJzeringa staat helemaal aan het begin van die traditie.
toen was, stelde het nog iets meer voor dan nu, want dan kreeg je ook een jaargeld bij. Dus hij kreeg ook nog een beetje inkomen, omdat hij dat broeder in de orde van de Nederlandse leeuw werd. Ik moet eventjes nadenken wat er nou komt. Ik heb namelijk een helemaal nieuwe presentatie. Ik heb al 100, wel 100 lezingen over IJsinga. En elke keer verander ik het een beetje. En ik dacht, ik ga vandaag echt iets helemaal nieuws doen. Dus ik ben af en toe een klein beetje aan het zoeken. Dit is Jean-Henri van Swinden. En van Swinden is hoogleraar aan de Franeker Universiteit. In Franeker staat een kleine universiteit. Dat was in de 17e eeuw een vooraanstaande universiteit geweest. In de 17e eeuw was de Universiteit van Franeker de tweede universiteit van de Republiek. Leiden was ver weg de grootste universiteit, maar een stukje daarachter kwam Franeker. En Franeker was een beetje een broedplaats van geleerdheid, zo zie ik dat altijd. Omdat het niet de meest vooraanstaande was, was het vergrootglas iets minder groot. En gebeurden daar dus allerlei spannende dingen die niet aan die grote Leidse universiteit plaats konden vinden. Maar het was wel een veel grotere universiteit dan bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen. Wat dan tegenwoordig de Rijksuniversiteit is, hè, dat was toen nog de Groningse Universiteit. Of Harderwijk kennen we allemaal van Sesamstraat, dat was een echte universiteit. In Breda stond iets, er heeft zelfs in Dordrecht, in Amsterdam, in Middelburg, in Deventer, op allerlei plekken hebben hogescholen en universiteiten gestaan. Van al die instellingen was Franeker de tweede. Aan die universiteit werkte aan het eind van de 18e eeuw deze meneer. En dit is, dat kunnen we niet overschatten, dit is een van de grote wetenschappers uit de Republiek, uit de late Republiek, uit het Koninkrijk de Nederlanden later, van dat moment. Jean-Henri van Swinden was niet geniaal omdat hij zulke grote ideeën had, maar wel, hij werkte echt keihard, was altijd, of hij was overspannen of hij was aan het werk. Dat is een beetje als je zijn biografie bekijkt. Hij was altijd waarneming aan het doen en hij schreef met allerlei mensen over de hele wereld. Schreef hij brieven, hij publiceerde, werd overal in geleerde genootschappen werd hij benoemd. Hij zat in de commissie die voor het eerst de lengte van de meter vaststelde. Dus de eerste keer dat er een meter kwam, werd een commissie van geleerde heren. Dan moest hij van Swinden maar in zitten. Een van onze hoofdrolspelers. De bijrollen vandaag worden door deze meneer, door twee anderen, het zijn allemaal mannen trouwens, daar kan ik niet veel aan doen. Door deze twee heren vervuld. Aan de ene kant Gatso Koopmans, hoogleraar onder andere in de medicijnen, ook in Franeker. Koopmans zat aan het begin van het idee van inentingen. Al heel lang wordt er geëxperimenteerd met inentingen, maar in de tweede helft van de 18e eeuw neemt dat een hoge vlucht. Koopmans, er zijn snel twee verhalen over te vertellen. Hij laat zijn eigen dochters inenten tegen de pokjes. En dat gaat mis. Eén of twee van die dochters komen te overlijden. En toch blijft hij een voorstander van inentingen. Hij zegt, dit is natuurlijk niet de bedoeling geweest. Het is niet wat ik wou. Maar het is zo belangrijk dat we gaan inenten. Dat is de enige manier hoe we uit deze pandemie komen. Ja. Het tweede, hij maakte daar gedichten over, onder andere. En een van die gedichten is door Goethe vertaald. In het Duits. Ja, dat stelt wat voor. Al zijn gedichten zijn in het Fries vertaald. Dus er is een mooi bundeltje. Is een jaar 5, 6, misschien wel 9 al. 2013 volgens mij is er een bundeltje van uitgekomen. De tweede bijrol vandaag wordt vervuld door Wigeri. Hoogleraar in de rechten. Was echt zo'n hoogleraar, heel erg met de geschiedenis van het recht bezig. En uiteindelijk wordt hij president van het Hof van Friesland, hier in Leeuwarden, aan het einde van zijn leven, een paar jaar later. In 1780, op 22 februari om precies te zijn, komen deze drie mannen elkaar tegen. Wat is er namelijk aan de hand op 22 februari 1780? Dat wou ik nog vertellen. Van Swinden is met wiskunde, astronomie, meteorologie, met aardrijkskunde, met
Hij is overal alles aan het meten en dingen. Hij laat luchtballonnen op. Het is een van de eerste twee keer dat er een hete luchtballon in Friesland opgaat. Deze man die zorgt ervoor dat gebeurt. En dat er ook publiek bij is. En die probeert er wat wetenschappelijks van te maken. Nou, wat hebben zij gedaan? Op 22 februari 1780 kwamen zij bij elkaar. Want, dit weet ik niet zeker. Dit is trouwens speculatie. Moet ik er even eerlijk bij zeggen. Wat ik wel zeker weet, de vorige dag was het echt feest. De vorige dag werd namelijk IJzinga 36. En ik stel me zo voor dat op die 36e verjaardag van IJzinga er mensen bij hem in huis zijn geweest. En ze hebben een feestje gevierd, misschien een biertje gedronken, hè, dat kan heel goed. Als het luxe tijden waren, dan hebben ze misschien zelfs wel wat wijn gehad of een bittertje. En ze hebben daar die verjaardag gevierd. Nou denkt u misschien, ja, was dat iets, een verjaardag? Hè? Deden mensen daar wat mee? In het planetarium kun je alle dagen van het jaar vinden. 21 februari, de verjaardag van IJzinga, is gemarkeerd. Dat heeft hij donkerder gemaakt. Als je eronder staat, als u daar weer komt, moet u maar kijken. 21 februari heeft een speciale kleur. Dat is zijn verjaardag. Op die avond, weer speculatie, dat bezoek gaat naar huis. En een van die mensen gaat naar Van Swinden. En die zegt tegen Van Swinden, wat ik nou heb meemaakt, op zijn Franekes, wat ik nou heb meegemaakt, wij waren gisteren bij IJzinga, bij de Wolkammer. En wat die in zijn huis heeft, Van Swinden heeft toen geantwoord, dat kun je opmaken uit een aantal van zijn brieven. Nou, ik heb wel eens gehoord dat hij inderdaad bezig is met een planetariumachtig iets. Je moet daar naartoe. Van Swinden heeft de volgende dag, en hier weten we het weer zeker, die twee andere collega's bij elkaar, met z'n drieën, zijn ze naar IJzinga gegaan. Ze hebben daar de deur van dat huisje geklopt. Deze sla ik even over. En de deur ging open en toen zagen ze ongeveer dit. Het planetarium. En waarom ongeveer dit? Het was nog niet beschilderd. Dus het planetarium liep, was eigenlijk bijna helemaal af. Maar nog niet helemaal af, want die prachtig mooie blauwe kleur zoals we het kennen, die had het nog niet. Van Swinden heeft daar later vaak over verteld in zijn colleges aan zijn studenten. Die zei, ik had verwacht dat ik een tafelmodel van ons planeetstelsel zou zien. Daar waren er namelijk meer van. Het was niet heel normaal, maar wel, en die kwamen voor. Vooral in Forsthoven aan universiteiten. De Universiteit van Vlaanderen had er geen, maar in Leiden was er wel één bijvoorbeeld. Een soort grote klokken. Wat er wel waren in Friesland waren staatklokken met daarop planeetjes of de maan en de zon die daarop bewegen. We kennen misschien de astronomische uurwerken in Münster, in Praag. Nou, zoiets. Van Swinden kende dit ook allemaal, had het niet allemaal gezien, maar dan had hij wel beschrijvingen, het had zijn fascinatie. Zoiets had hij verwacht. Dus je moet je voorstellen dat de man, dit is trouwens de eerste keer dat ik daar met mijn vriendin kwam, die had ook zoiets, die liep naar binnen, die dacht, nou dat zal allemaal wel. Tot ze omhoog keek en het planetarium zag en toen dacht, oh, maar dit is werkelijk fantastisch. Dat is wat Van Swinden overkwam, die viel eigenlijk op zijn knieën en die dacht, wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? Hij is er de hele dag geweest. En vervolgens is hij teruggekomen. Oh, en hij was van één ding was hij heel erg onder de indruk. Ik stap hier even uit het verhaal, want ik ga jullie iets laten zien. Dit is echt heel bijzonder wat ik nu ga laten zien. Dat heb ik nog maar één keer eerder laten zien. Bijna niemand op de hele wereld heeft dit gezien. Ja. COVID is namelijk echt verschrikkelijk. Het is ontzettend vervelend, hè? Dat hele COVID en dat gedoe. En het ergste, ik ben museumdirecteur van het Universiteitsmuseum in Groningen. Heel veel, die musea moesten allemaal dicht. Het planetarium moest ook dicht. En dat heeft heel veel inkomsten gekost. En dat is echt erg, want dat betekent dat we andere dingen niet kunnen doen. Maar wat het opleverde bij het planetarium was dat we een paar keer een camera neer konden zetten op plekken waar dat anders niet kan, want er was immers geen bezoek, en timelapses konden maken. Dat betekent dat die camera neemt iedere minuut één foto, en als je die foto's achter elkaar zet,
dan zie je opeens bewegen wat normaal stilstaat. Daar zit achter, als je het planetarium inloopt, je moet eigenlijk maar geloven dat de boel loopt. Want het gaat zo langzaam. Hè, de aarde doet er een jaar over om een keer te draaien. De maan, nou dat gaat dan nog redelijk snel, 4 weken om rond de aarde te draaien. Maar Saturnus doet er 6 of 29 jaar over om rond de zon. Dat is allemaal, dat zie je niet bewegen. Nou, waar was Van Swinden nou het meest van onder de indruk? Van dat de maan rond de aarde draaide. En dat stukje, dat kunnen we nu voor het eerst zien. Dit is versneld, dit is 3 dagen beeld in een kort filmpje. Dit is de aarde, dit is de maan die dus heel langzaam draait. Hier is Venus, Mercurius. Schitterend, toch? Ik heb er nog een paar. Van Swinden die kwam thuis en die zei, hij ging brieven schrijven. Dat duurde even voordat hij alles in de gaten had. Maar hij zei, ja, het is idioot. Maar zelfs de maan draait rond de aarde. Dat eigenlijk vond hij dat een van de meest fascinerende dingen. Dit zijn de aantekeningen die hij maakte toen hij thuis kwam. En als je het leest, dat gaan we nou niet doen. Ik hoop eigenlijk ook niet dat jullie dat kunnen, want dan let je niet meer op mij, zeg ik altijd. Maar hier is de relatieve afstand van de planeten tot elkaar. Dus hoe ver de planeten... Dat klopt. In het planetarium hebben de planeten de relatieve afstand tot elkaar. Dus die verhouding die klopt. De grootte staat hier ook van die planeten. Dat klopt niet. Want dan, als je dat gaat doen, dan heeft Jupiter heeft nog wel een aardige omvang in je planetarium. Maar de aarde kun je eigenlijk niet meer zien. Dat wordt echt een spel. In Visvliet, waar IJsselga later in zijn leven een tijdje woont, hebben ze dat gedaan. Hebben ze niet een werkend planetarium, maar hebben ze de planeten neergezet op relatieve grootte. Er staat die zon. Dat is echt een enorm ding. Hebben ze met een hijskraan daar neergezet. En ergens verderop staat de aarde. En dat is zo'n balletje. En dat is dan op relatieve afstand. Dus dan heb je dat hele dorp Visvliet heb je eigenlijk nodig om die dingen neer te zetten. Dus in een planetarium kan dat niet. Hè. Zo groot zijn die grote verschillen. Maar je ziet wel de verhoudingen. Dus de Jupiter is wel groter dan de aarde, zeg maar. Dat kun je daar wel zien. Van Swinden komt thuis, maakt deze aantekeningen. En hij doet nog meer. Hij gaat brieven schrijven namelijk. Hij schrijft de brief waar ik net uit voorlas. Een fantastische Franse brief waarin hij dus zegt, nou er is hier iemand en die heeft een planetarium gemaakt. Er staat veel meer. Ik moet er echt een beetje inkomen, merk ik. Hier staat Franeker 17 maart 1780. Dat is op de kop af... 242? Dit kunstwerk is trouwens elegant en symmetrisch opgebouwd. Het is echt heel bijzonder. Ik ben pas een maand van het bestaan ervan op de hoogte. Zo bescheiden is de ontwerper. Hier komt het. Een waarzegger is de oorzaak van deze mooie machine. Hij had voorspeld dat de aarde zou vergaan op 8 mei 1774... omdat dan meerdere planeten in conjunctie zouden staan. Hij schreef er een boek over, waardoor iedereen gealarmeerd was. Onze burger, dat is IJsselga, en hier verandert Van Swinden van tijd, hij doet alles in de tegenwoordige tijd. Onze burger, gaat daarom door middel van de tafels van Lahire deze conjunctie berekenen. Dus IJsselga die pakt wat boeken uit met tabellen, en die gaat kijken, er is inderdaad een conjunctie. En concludeert dat de aarde zal blijven bestaan. Hij zegt bij zichzelf, omdat de aarde immers toch blijft bestaan, ga ik een machine bouwen die mij op ieder moment kan laten zien wat er gebeurt aan de hemel. Het is een grapje, hè? Dit is een beetje, Van Swinden maakt er helemaal in het Frans, hij draait de woorden om. Hij maakt er een soort een geintje van. IJsselga, er was een waarzegger en die zag meteen dat...
ik heb nu tijd van leven. Hè. Ik ga, de aarde vergaat niet, dus ik ga een machine bouwen. Ik ga maken in mijn vrije tijd. En ik heb, en dit is een verwijzing denk ik, ik heb 7 jaar nodig om hem af te krijgen. Want God had natuurlijk 7 dagen nodig om alles in het echt te maken. Dus als je een machine maakt, dan doe je daar 7 jaar over. Het 6e is bijna voorbij, schrijft Van Zwinden. Dat klopt, hè? Het was 1780. Hij was in 1774 begonnen. En de machine is bijna af. Deze kleine geschiedenis geeft stof tot nadenken. Nou, eigenlijk is dit het hele verhaal waarop het uiteindelijk dat verhaal is gebouwd, dat IJzinga het planetarium gemaakt zou hebben om mensen uit te leggen dat de wereld niet verging. Hè? Van die, er zit nog een PS'je bij en in dat PS'je zegt Van Zwinden, trouwens die conjunctie, het is alleen maar dat een paar planeten in hetzelfde sterrenbeeld staan. En als planeten in hetzelfde sterrenbeeld staan, dan staan ze helemaal niet dichtbij. Dat lijkt zo vanaf de aarde, hè, staan ze bij elkaar gegroepeerd, maar ze staan in het echt overal in ons zonnestelsel. Het is heel mooi trouwens afgebeeld in dat boek van mij, dus als u daar meer over wil weten. Nou. Die brief van Van Zwinden, die trekt de aandacht. Hij schrijft hem naar, en dat kun je in zijn correspondentie terugvinden, hij schrijft die brief naar zeker 4 of 5 mensen, en daar staat bij, kijk in de brief aan die en die, dat stukje heb ik gekopieerd, want hij heeft, we hebben wel de kladversies van die brieven van Van Zwinden, maar de nette versies hebben we vaak niet. Die zijn verstuurd. In die kladcorrespondentie staat dan, dan heeft hij de brief stuurt hij aan deze De Luc en aan deze pater Kot in Frankrijk. En er staat, kijk in de brief aan hem, daar vind je dit stukje. Ik kon nooit een originele brief vinden waarin die hele beschrijving stond. En dat had ik eigenlijk al opgegeven. Er wordt wel iets gepubliceerd. Dus in 1780 al, vader Kot, die krijgt zo'n brief met zo'n beschrijving. Maar die publiceert maar de helft van die beschrijving. Dat staat hier, even kijken hoor. Een uittreksel van een brief. Die publiceert de helft van dat uittreksel in een Frans tijdschrift. Pas toen ik het boek aan het schrijven was, dacht ik, ja maar wacht even, er is nog één iemand, De Luc, die moet misschien ook zo'n brief hebben gehad. En die correspondentie van De Luc ging googlen en die vond ik bij de universiteitsbibliotheek van Yale. Dat hebben ze in Amerika, kochten ze in het, dat doen ze eigenlijk nog steeds wel, aan het begin van de 20e eeuw heel veel Europese brievencollecties op, want dan worden die Amerikaanse bibliotheken worden daar wat deftiger van, vinden ze. En toen ging ik die mensen mailen, dat was in de coronapandemie. Ik zei, jullie hebben deze brieven. Zouden jullie ook van deze brieven foto's kunnen maken? Nou, en die stuurden ze op. En dat is deze brief, zeg maar. En ik vind dit eigenlijk een van mijn allermooiste ontdekkingen die ik gedaan heb in dat hele proces. Nou, dat was hoe het in de 21ste eeuw ging. In de 18e eeuw werd er al een uittreksel gepubliceerd in een Frans wetenschappelijk tijdschrift. En dat Franse wetenschappelijke tijdschrift, dat werd in nog een Frans wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Die namen dat gewoon over. En toen kwam er in een Engels wetenschappelijk tijdschrift kwam een uittreksel. Een vertaling van de Franse brief. Dat kwam uiteindelijk ook in de Republiek terecht. En toen kwam er in een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift een vertaling van de Franse brief. En ik denk eigenlijk dat die door het Engels daar gekomen is. Dat kan ik niet helemaal bewijzen, maar dat schrijf ik dus ook nergens op. Maar dat vermoed ik. En we zien hier dat ze niet goed meer lezen, want opeens is het niet 17 maart, maar 17 mei geworden. En ik dacht, heb ik dat dan niet goed gezien? Ik terug naar het origineel en nee, er staat echt mars, hè, er staat echt maart. De halve wereld wist er al van. Wat gebeurde er vervolgens? Dit is de tijd van revoluties. Hè. Het eind van de 18e eeuw verandert de hele wereld eigenlijk. Tegenwoordig zeggen we nog steeds dat is het eind van de vroegmoderne tijd. Dan begint de moderne tijd. De Franse revolutie vindt een paar jaar later plaats. Kort daarvoor doen Friezen in Franeker een staatsgreep. Hè. En in Amerika is de Amerikaanse revolutie bezig. Hè. Amerika maakt zich los van Engeland, van het moederland, zeg maar, als kolonie. Die worden zelfstandig. Nou, en in die context
was wat er in Friesland gebeurde, was een voorbeeld voor bijvoorbeeld de Franse of Amerikaanse revolutionairen. Af en toe keken zij naar wat gebeurt daar. Dat is echt waar. Ik vind het moeilijk te geloven, maar het is echt zo. Keken ze naar Friesland, in dat grote Amerika, dat was toen al heel groot. Wat doen ze daar nou in Friesland? Nou, en dan gingen ze daar stukjes over schrijven in hun kranten. Zo ook, dit is zo'n krant uit dat revolutionaire Noord-Amerika. De Massachusetts Spy staat hier, of Worcester Gazette. En we zien hier, het is inmiddels helemaal verbasterd. Hè? Vader Kot is vader Koet geworden. En het is in mei geschreven. IJzinga's een stuk, hè, het staat hier nog steeds, mei. IJzinga's een naam komt in het hele stuk niet voor. Maar voor op een Amerikaanse krant wordt de ontdekking op 17 maart 1780 van het planetarium wordt aangekondigd. En er staat een hele beschrijving van het planetarium van IJzinga. En er zijn meer. Ook in deze Amerikaanse krant, in deze Amerika. Ik vond 7 verschillende Amerikaanse kranten waarin het planetarium werd aangekondigd. En dat was allemaal, nou, in Friesland is iets bijzonders gebeurd. IJzinga was wereldberoemd geworden zonder dat hij dat zelf eigenlijk wist. Hè, want dat werd daar allemaal wel, maar ze gingen hem niet een bewijsexemplaar op sturen of zo natuurlijk. Dus daar hadden ze het over. Ondertussen kwam Van Swinden nog met enige regelmaat terug naar het planetarium. En hij ging verder met bestuderen. Hij kreeg van IJzinga bijvoorbeeld deze tekening. Dit is volgens mij de eerste technische tekening. Zit in het archief van Van Swinden, ligt bij de Koninklijke Bibliotheek. En ik had beloofd niet te veel naar het scherm te kijken. Maar hier zien we, dus zijn een soort koffievlek of zo. Het is natuurlijk geen koffie, maar er is, hè, dit zijn een beetje de werktekeningen van IJzinga. Dit is heel duidelijk IJzinga's handschrift. Nou, hier zien we een stukje van het radarwerk met de gewichten. Hier zo, hoe die gewichten precies werken, dat legt hij dan een beetje uit. Op de achterkant geeft hij nog wat verdere uitleg. En ik was dit aan het lezen en hier doorheen, en ik dacht, dit komt me allemaal net een beetje bekend voor wat ik hier zie. Ik vond ook dit zijn de centrale assen waarmee het planetarium wordt aangedreven. Dus het planetarium, dat is geniaal van die IJzinga. Hij heeft er 1 slingeruurwerk in gezet. Dat slingeruurwerk dat beweegt 80 slagen per minuut, hè, dus geen 60, maar 80. Daar schrijft hij over. Had hij 60 willen doen, dan had het slinger wat langer moeten zijn. En dan kwam hij door de plafond van het bedstee en dan had hij de hele nacht had hij zo die slinger boven zijn, dat wou hij niet. Geeft ongemak in de bedstee, daarom 80 slagen per minuut. Daar kwam hij trouwens pas later achter, heeft hij alles aan moeten passen, hij heeft er een extra tandwiel tussen moeten zetten. Maar wat is nou zo geniaal? Dat hele planetarium wordt vanuit 1 uurwerk aangedreven. 1 uurwerk met 6 of 7 gewichten. Die gewichten die gaan allemaal, hè, die gaan langzaam naar beneden en zo trekken ze die wielen voort. En die moeten allemaal op een ander moment weer opgehezen worden. En ook daar. Dit is dus weer een paar dagen opnames. Hè. Als je daarbij staat, hoor je dit tikken wel. Dat tikken is echt. Dat hebben we daar opgenomen. En dan zie je het zo draaien. Je ziet ook de versnelling. Hier gaat het natuurlijk veel sneller dan hier. En hier gaat het nog weer langzamer en verderop. Zo gaat het steeds een beetje langzamer. Een tijdje wordt het wel wat hetzelfde. Hè. En hier heb je de grote tandwielen boven, waar de planeten aanhangen. Dit is een heel kort filmpje. Zonder, met tik. En hier zien we de jaarspijker, die 1 keer per jaar de jaarplank verplaatst. Hè. Deze laat ik nog een keer zien hoor, omdat hij zo kort is. En deze heb ik wel eerder laten zien. Deze staat op mijn Twitter-kanaal.
Hier ben ik met Oud en Nieuw ben ik met Wim Brons van Omroep Friesland. Zijn we op Oudjaarsdag naar het planetarium gegaan. Hebben we allemaal camera's geïnstalleerd. Op de ochtend van Nieuwjaarsdag zijn we weer teruggegaan. Hebben we die camera's opgehaald. Hebben we 's middags dit filmpje geëdit en 's avonds online gezet. En dat wordt dan door tienduizenden mensen bekeken. Of honderdduizenden geloof ik zelfs. Mensen vinden dat fantastisch. Hè? En wat je hier ziet is dat... Op één plek zit een jaarplank, die verschuift één keer per jaar. Nou, dat hebben we hier in beeld gebracht. Nog één keer. Kijk, hier de grote wielen en hier die witte spijker, daar zo. Die verschuift dit tandwieltje en daarmee verschuift die jaarplank. IJsinga die wou van 's Winde over alles informeren. Dus hij maakte ook een beschrijving van alle... spijkers, alle spijkers die in dat planetarium zaten. Dus er werd al verteld, Harke Planeet, hè, Harke Terpstra, die vroeger heel lang de directeur is geweest van het planetarium, die vertelde altijd aan mensen, er zitten 10.000 spijkers in het planetarium. Ik heb zelf op een gegeven moment gehoord dat er 20.000 waren, dus ik heb zelf, zo gaat het dan. Ik in het begin vertelde, ja, er zitten 20.000 spijkers in het planetarium. IJsinga heeft dat zelf dus berekend, hij heeft alles bij elkaar opgeteld. En hij komt tot 5.922 spijkers. Dus, maar zo precies was hij ook. En dat moest hij ook zijn natuurlijk, want anders werkt dat hele ding niet. Waarom kende ik dat? En dat is echt puur toevallig. Waarom kende ik dat? Want van 's Winden, hier zien we zijn portret nog een keer. Deze hangt, dit portretje hangt boven mijn op mijn studeerkamer, boven mijn bureau. Die gaf daar in 1780, nog in de zomer van 1780, een paar maanden later, gaf hij daar een klein boekje over uit. En dat boekje was IJsinga al beroemd en het duurde een hele tijd. Hoor. Wat ik net liet zien, die stukken in die Amerikaanse kranten, uiteindelijk staan die in 1783 staan die in die Amerikaanse kranten. Dus 3 jaar later. Hè. Het is niet zo dat het binnen een paar dagen overal bekend is. Maar ja, dat is... Dit boekje dus, wat hij uitgeeft, waar van 's Winden een hele beschrijving, of een korte biografietje eigenlijk van IJsinga, en een hele beschrijving van het planetarium geeft. En al die dingen die hem zo verwonderen, zijn gebaseerd op die informatie die ik net liet zien, die hij van IJsinga had gekregen. Dus IJsinga was hier heel nauw bij betrokken. He, die was heel erg, die leverde informatie later... maak ik eigenlijk op uit IJsinga zijn eigen brieven, dat hij zelfs bij de echte totstandkoming van deze tekst ook nauw betrokken is geweest. Dat boekje, dat wordt vervolgens opnieuw, hè, ik heb hier één voorbeeldje, wordt opnieuw overal ontvangen. Hè. De mensen die lazen dat, dit is een Duitse tekst, over dat boekje, dat in Duitsland ze schrijven, ja, er is in Franeker is iemand die heeft een heel planetarium gebouwd. Ontzettend bijzonder. Ja, voor de dames hier vooraan, de rest van jullie heeft het al gezien namelijk. Maar dit is dat planetarium. Hè. Als je binnenstapt, dan is dit wat je ziet. Dan denk je, ik zal heel kort eventjes daar iets over vertellen. Je ziet hier namelijk... allemaal wijzers en die vertellen je hoofdzakelijk heel veel over de plaats van de maan aan de hemel. En omdat je de maan nodig hebt voor een zonsverduistering, kun je uit deze wijzers ook echt heel eenvoudig opmaken of er een zonsverduistering is ergens op de aarde. Of er bijna een zonsverduistering is. Of er een maansverduistering is. En dat zie je ook aankomen. Dat kun je een beetje zien aankomen als je die wijzers wat leert lezen. In het midden, hier, dat heet het Hemelsplein. Dat is ook die dingen, daar zie je de zon op en onder gaan. Je ziet eigenlijk de sterrenhemel 's nachts op en onder gaan. Zoals dat gebeurt in Franeker. Dus dat is eigenlijk een klok met Franeker tijd. En dit is dan, als je omhoog kijkt, dat planetarium. Dit is wat je daar dan ziet. Met hier, dat is later aangekomen op advies van van 's Winden. Die twee gouden bollen, hè, die zo iconisch zijn geworden voor dat planetarium. De zon en de aarde, maar alle planeetjes zie je eromheen. En aan de buitenste ring hier een datumwijzer. Nou, als jullie binnenkomen, vlak boven de deur, dat is hier zit de deur, zeg maar, hier kom je binnen. Dan zit hier februari en dan zit daar dus ergens hier 21 februari. Ik kan het zelfs zien.
die is iets donkerder dan alle andere data op dat planetarium. Die beroemdheid van, ja, dit vind ik echt een fantastisch verhaal nog, die beroemdheid van Eizinga, die bracht hem bezoekers van over de, dus ik ben nu 40 minuten aan het praten, dus betekent dat ik bijna op moet houden, dat komt mooi uit hoor. Die bracht hem bezoekers van over de hele wereld. Ergens in 1783 kwam deze meneer langs. Dit is een tekeningetje uit van iets eerder, maar dit is Gustav III, de koning van Zweden. En wat deed die Gustav III nou? Waar stond hij onbekend? Die ging incognito, ging hij wel eens op reis, want dan had hij veel minder gedoe. Dan had hij niet al dat gezeur, oh, daar is de koning. Nou, dan ging hij dingen bezoeken. Dit is een tekening van dat Gustav III incognito op reis is. Dit deed me heel erg denken, of dit doet me heel erg denken aan deze afbeelding. Maar waarom is het nou zo ontzettend onhandig? Toen Maxima en Alexander zijn er samen geweest. En Alexander die zat de hele tijd omhoog te kijken. Maar Maxima, die kon ik zien, hè? Die zat de hele tijd tegen die rand van die hoed aan te kijken. En ze kon die hoed niet afzetten. Dat is die Gustav III, die kon dat wellicht nog wel doen. Maar zij kwam er niet mee weg. Ik heb jullie net wat verteld over dat hemelsplein. Dit is wat Maxima wel kon zien. Hier zie je dus de sterrenhemel in Vraneker. Met hier het teken van eigenlijk middernacht. Als het ding hier zit, dan is het in echte tijd, dus niet op je horloge, hè, daar zit 40 minuten verschil tussen. Maar in echte tijd middernacht. Maar jullie weten allemaal dat in de winter gaat de zon veel later op dan in de zomer, et cetera. Dus dit moet op een heel bijzondere manier draaien. Dat loste Eizinga op met ovale tandwielen. Dat is echt, er zit een stuk genialiteit in. Want daardoor, nou ja, iedereen die wel eens met een slag in zijn wiel heeft gereden, die weet hoe vervelend dat is. Maar dat is precies wat je hier wil hebben. En dat lukt hem dus ook. Ja, af en toe hapert hij een beetje, hè. Dat komt door die manier. Oh. Eizinga maakt al snel een beschrijving. Zo een uitgebreidere beschrijving. Dus je hebt die beschrijving van Swinden. Dat is zeg maar een soort tekstbeschrijving. Hij maakt zelf een handleiding. Hoe zit dat ding in elkaar? Dat geeft hij aan zijn zoons. En hij zegt, nou, als ik er niet meer ben later, dan kunnen jullie dit gebruiken om het planetarium gangbaar te houden. Zover komt het niet. Hè. Hij overleeft ze eigenlijk. Dus, maar die handleiding is nog steeds de basis voor de manier waarop het planetarium wordt onderhouden vandaag de dag. Dus ook, ik heb dat zelf gelezen, dus ook uitgegeven uiteindelijk een keer. Maar Adrie Warmenhoven, ik ben er altijd verbaasd over, want het planetarium is heel ook goed om te realiseren. Ik vind het echt een wondermachine. Het is een fantastische plek om te zijn. Maar het is niet zo dat je geeft er een setje aan en het is klaar. Het behoeft elke dag zorg. Hè? Mensen moeten erop letten. Hij moet af en toe bijgesteld worden. Hij moet hier en daar. Want het is een heel groot houten uurwerk van bijna 250 jaar oud. Waar dat ding om vraagt, natuurlijk. Van Swinden zelf wordt een paar jaar later beroepen naar Amsterdam. Dat was geen universiteit, maar dat was een ateneum. Daar wordt hij onder andere, waar is hij? De leermeester van Joost Halbertsma. Die had ik hier wel verwacht eigenlijk. Nee, dit zijn al, ja. Oh ja, dit zijn alle winnaars van de Giesbed. Maar Giesbed die hangt daar achterin. Halbertsma was er natuurlijk bij betrokken dat portret bewaard is gebleven. Oh ja, daar achterin staan riemen en teltjes. Staat daar. Van Swinden is de leermeester van Halbertsma. Een paar van de dingen over Eizinga die we van niemand anders weten. En over Van Swinden's relatie met Eizinga weten we dankzij Halbertsma. In Amsterdam ging hij, dat
ging hij proeven doen, lezingen geven, werd hij echt nog meer een vooraanstaand wetenschapper. Hij bleef de rest van zijn leven bevriend met Eysinga. En ook een soort patroon. Als Eysinga, op een gegeven moment heeft hij geld nodig, ze blijven een beetje met elkaar corresponderen. Er is niet heel veel van die correspondentie bewaard gebleven, maar overal blijkt de genegenheid uit tussen die twee mannen. Gatso Koopmans blijkt revolutionaire ideeën te hebben, net als Eysinga zelf. Hij komt dat in de problemen als in 1787 in Franeker een staatsgreep wordt gepleegd. En dat is echt een staatsgreep die uiteindelijk weinig succesvol blijkt. Maar hij blijft Eysinga zijn hele leven wel steunen. Zij blijven ook contact houden. Nigeria aan de andere kant wordt de belangrijkste rechter. Hij gaat onder andere Eysinga vervolgen. Na 1787 zorgt hij, een van de laatste dingen die hij doet, is dat hij ervoor zorgt dat Eysinga opgepakt wordt en hier in Franeker in het blokhuis gesmeten wordt, in de gevangenis. Waar, ik heb de plaatje erin, Eysinga vreest voor zijn leven. Dit is het blokhuis met een van de andere opstandelingen uit 1787 die hier voor de beul staat op het punt om onthoofd te worden. Dit is een schijnbare onthoofding, dat gaat uiteindelijk niet door. De beul doet zo en die houdt dan op bij de nek en dan wordt die man verbannen voor 10 jaar. Eysinga wordt zelf voor vijf jaar verbannen. Ja, dus heeft allemaal een heel Russisch gevoel tegenwoordig. En dat was het ook echt hoor. Heel serieus, mensen komen daar allemaal bij kijken. Hier hangen ook de galgen, hier worden de echte misdadigers opgehangen. Hè. Dat is nog maar 200 jaar geleden, gewoon hier in Groningen. Of in Leeuwarden. Eysinga zelf belandt dus in dat blokhuis. Wordt een tijdje verbannen, maar komt dan weer terug. En uiteindelijk wordt hij een gevierde burger in Friesland. En dit is dan het laatste plaatje. De ooievaar, het huis waar het planetarium in zit. Dat prachtige pandje daar in Franeker. Ik heb geprobeerd om een heel klein stukje te vertellen. Om niet, misschien heeft u het boek wel gelezen, misschien niet, maar dan... Ja, weet ik, daar zit nog een beetje wat. Er is nog wat te lezen. Daarin. En dit staat zeker niet allemaal in het boek ook trouwens. Dan gaan we nu het volgende doen. U krijgt nu de kans om vragen te stellen. Maar omdat dit ook live op YouTube gestreamd wordt, ga ik de vraag even herhalen. En dan mocht u vragen hebben. En dat mag in het Nederlands en het Fries, maakt mij niet uit. Dus wie. Ja. Ja, dus als de Verenigde Staten die onafhankelijkheid uitroepen, dan durven heel... Uw vraag was... Nee, ik ga uw opmerking een beetje herhalen en dan een beetje van context voorzien nog. Die Verenigde Staten roepen die onafhankelijkheid uit. Het waren 13 Verenigde Staten op dat moment. En dat moet erkend worden. Maar andere mogendheden zijn er allemaal terughoudend mee. Want als je dat erkent, zeg je, Engeland, wij erkennen... Een land dat in oorlog is gegaan met jullie. Dus die staten willen dat allemaal niet. Friesland is dan de eerste soevereine staat die dat wel doet. Door de ambassadeur John Adams van de Verenigde Staten te erkennen als ambassadeur. En vervolgens komen de Fransen erachteraan en dan durft de rest eigenlijk ook wel. Dus dan, want dan is het allemaal niet zo of een stukje minder spannend. Oh, nou, ik heb het nog verkeerd. Friesland is dus de eerste die geldelijke ondersteuning toezegt aan de Verenigde Staten. En daarmee is, Friesland zit in ieder geval helemaal in het begin, maar het is andersom dan u suggereerde. Dat komt omdat ze daar al bezig zijn eigenlijk met de dingen die in Friesland gebeuren. Dus
En daar zit een soort, zit een gekke wisselwerking in. Moeten we niet groter maken dan het is? Die Verenigde Staten waren er ook geweest. Zonder dat ze, want daar gaat het dan om, zonder dat ze in Vranike vrijheidsliederen zongen. Omdat, maar het is wel een mooi detail. Nee, 1824. Maar is het bekend hoe werd die opgehaald? Dus uw vraag is, ik herhaal hem voor de camera, de uitgave van dit boekje, de eerste druk is uit 1780, de tweede druk is uit 1824. Hoe hoog is nou die oplage? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat die in 1816 is die nog niet uitverkocht. Dus die eerste oplage die verspreidt wel heel snel, maar die verkoopt niet heel snel uit. En gek genoeg verkoopt de tweede druk, en die is vermeerderd, daar zit nog weer, dat is trouwens fantastisch, dat kunt u online allemaal vinden. Daar heeft Eisinga zelf een nawoord bij geschreven. Een van de dingen die hij in dat nawoord schrijft is, ja, als mensen nu in mijn planetarium komen, dan moeten ze, hè, dan zeggen ze wel eens dat het er wat ouderwets uitziet, maar ik heb geprobeerd alles te houden zoals het er in 1780 uitzag. Wij hebben wel eens het idee dat wij allemaal veel sneller veranderen dan mensen vroeger deden en zo. Maar Eisinga heeft het hier gewoon over, ja, het is allemaal misschien niet meer in de mode, hè, zoals het er bij mij binnen uitziet, maar ik probeer dat wat te bewaren. Dat is van alle tijden natuurlijk, hè, dat mensen veranderen. Maar die tweede druk, die verkoopt sneller uit. Maar ik weet van beide niet hoe hoog de oplage is. Dat is echt gokken. Nee, er zijn geen archieven van... Roommars is geloof ik de drukker-uitgever. Heb ik ook niet heel hard naar gezocht trouwens, maar ben ik niet tegengekomen. Dus uw vraag is of ik misschien iets meer wil vertellen nog over... Ja, dus de gewone mensen in de omgeving van Eisinga. Kijk, we hebben lang gedaan, er is zelfs wel gezegd dat Eisinga stiekem en alleen dat hij het planetarium bouwde, dat hij zijn eigen spijkers zou smeden. Daar geloof ik echt helemaal niks van, want hij heeft echt geen smidsen gehad. Dat is allemaal zeker niet waar. Eisinga deed het niet alleen. Zijn vader maakte een draaitafel. Zijn broer hielp hem met schilderen. Er was een klokmaker die maakte het uurwerk. Eisinga maakte daar wel de tekening van. Hoe kon Eisinga dat? Omdat hij als jongen onderwijs had gehad van een andere, een wolverversknecht of een blauwverver. Er waren mensen om hem heen die ook met astronomie bezig waren. Heel veel. Die zaten niet elkaar allemaal de hele tijd de notulen te maken of elkaars berekeningen te corrigeren. Maar die wisten dat wel en ze spraken daar wel met elkaar over. In Friesland, mede onder invloed van die universiteit, was een cultuur van wiskunde en astronomie. Dat is trouwens iets wat je op meerdere plekken in die republiek, dus de voorloper van Nederland, terug kan vinden. En dat is, ik vind dat altijd mooier. Ik zeg altijd, je kan Eisinga zien als een soort genie, die een beetje zomaar een bloemetje, dat je denkt, hoe kan dat hier nou staan? Ik zeg ook wel eens Tarzan, Tarzan in de jungle, die komt uit de jungle, kan hij lezen, hij kan praten, dat heeft hij allemaal zichzelf geleerd. Dan heb je niks geleerd over hoe mensen dat echt leren. Maar Eisinga is geen Tarzan, is echt iemand die in een cultuur zich, en als je Eisinga wat beter begrijpt, snap iets meer van de geschiedenis van Vranike, maar ook van de geschiedenis van Friesland en van de geschiedenis van Nederland. En daarmee, Amerika, Frankrijk, Duitsland, ze spelen allemaal een rol. Een stukje van de geschiedenis van de wereld, van de westerse wereld. Achterin. Dus de vraag is of Eisinga
na deze periode ook een gerespecteerd Nederlander was, of dat hij misschien een beetje gezien werd als een soort NSB'er. Dan is een klein stukje context bij nodig weer. Eisinga was een patriot. Dat betekent dat hij zich verzette tegen de familie van Nassau en de familie van Oranje. Hij vond dat die niet goed omgingen met de macht, dat de macht niet goed verdeeld was. Hij deed ook zijn best. Hij was betrokken bij die staatsgreep in Franeker. Hij deed zijn best om die macht omver te werpen. Daarvoor wordt hij ook veroordeeld. Hij wordt daarvoor gevangen genomen, uiteindelijk veroordeeld, verbannen, verbon uit Friesland. Hè. Hij moet hier weg, dan moet hij in Groningen een tijd. Verschrikkelijk natuurlijk. Hoe hebben ze de man aan kunnen doen? Nee, maar moet hij een tijd in Groningen wonen? Ik woon zelf in Groningen. Moet een tijd in Groningen wonen. Maar als de macht weer keert, als de Fransen binnenvallen, dan de patriotten eigenlijk aan de macht komen, dan komt Eisinga ook aan de macht. Dat duurt een tijd en uiteindelijk krijgen we in wat dan Nederland wordt het Koninkrijk Holland, hè, onder Lodewijk Napoleon. Daarna heel kort nog even, weten niet heel veel mensen, maar onder de zoon van Lodewijk Napoleon, hè, dat is eigenlijk de tweede koning van Holland. En dan is Napoleon zelf een tijd hier de opperheerser. En dan komt koning Willem I in 1813 en uiteindelijk in 1815 als koning terug. Dat is de zoon van de stadhouder, die komt terug. En dan is alles vergeven en vergeten. Want ze snappen daar, we moeten met z'n allen verder. En we hebben politieke tegenstellingen, we zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar door de loop van de tijd kom je er ook achter dat je tegenstanders misschien wel eens gelijk hadden. En jezelf ongelijk, of dat je jezelf juist gelijk had. En dan gaan ze verder. Na de Tweede Wereldoorlog, als blijkt dat wat voor tuig de NSB'ers waren, wordt er gezocht naar historische parallellen. En dan krijgen die patriotten die krijgen een hele slechte naam. Dat wordt een beetje gezien als de NSB'ers van de 18e eeuw. Als je mij vraagt, is dat is misschien heel begrijpelijk, omdat het na de Tweede Wereldoorlog nodig was om zoiets te hebben. Maar het is natuurlijk een anachronisme. Hè? Het is iets terugprojecteren in het verleden. Eisinga zelf heeft daar nooit last van gehad. Immers, in 1816 krijgt hij die medaille van de koning. De koning komt op bezoek. Die kruipt trouwens ook daar tussen die tandwielen. Er zit een kwartier alles te bestuderen, zegt Eisinga. Het is geloof ik een uur in dat huis. Dus hij wordt juist gebruikt als een van de mensen om die natie Nederland te bouwen. Hè. Dat is een van de figuren, daar kun je aan optrekken. Zo moet je zijn. Ja. Het is echt heel moeilijk voor mij om dit te herhalen voor de mensen thuis. Nee. Maar ik weet er iets van, want ik ben erbij betrokken. Ik heb natuurlijk meegewerkt aan dat boekje. Kijk, Eisinga, en dat zat ook al in die brief zo net. Hij was zelf een heel rustige, eenvoudige man. Maar dat betekent niet dat hij als ondernemer ook eenvoudig was. Hè. Het was echt een vooraanstaande ondernemer. Hij was ook heel handig in de wolproductie. Hè? Dus er zijn zelfs wolstalen van hem overgeleverd. Die laten we analyseren op dit moment met wetenschappelijke instrumenten. Hè? Met spectrometers en wat van alles mee gedaan. Maar er zijn ook vrijwilligers bezig om zijn recepten opnieuw in... ik weet niet eens of jullie vrijwilligers zijn trouwens. Er is een groep mensen bezig om die recepten opnieuw te gebruiken om die wol weer te verven en te behandelen zoals Eisinga dat deed.
Waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is een van de idiote kanten van onze samenleving. Iedereen die door Friesland rijdt, die ziet overal schapen staan. Die schapen worden geschoren en die wol wordt, ik geloof, afgevoerd, hè, naar China. Dan wordt het verbrand, er gebeurt niks mee. En ja, dat is bizar, toch? Ik weet ook niet waarvoor we schapen houden. Ja, voor het vlees, denk ik, en voor de schapen zelf. Maar die, ja. Die groep Plate is dus eigenlijk bezig om te kijken, kunnen we nog wat met die wol? Kunnen we die wol weer... En daar hebben ze echt succes mee. Dus ontzettend leuk. Er zijn allerlei mensen bij. Claudie Jongstra is er geloof ik ook bij. Of niet geloof ik, is er ook bij betrokken. In ieder geval een beetje zijdelings. En zo zijn er allemaal mensen. En eigenlijk brengt IJsinga op die manier mensen bij elkaar. Hè. Ja. Ik zie allemaal mensen onrustig worden achterin. Dus misschien is de tijd op. Ja. Helaas. Doet je het? Ja. Ja. Helaas, de tijd is inderdaad om. Een uur vliegt voorbij. En we hebben toch nog wel heel veel nieuws gehoord. Hè? Dus, ik wel. Echt een genie. En het is zo indrukwekkend. Ik denk dat we allemaal nog weer naar het planetarium gaan. En niet een hoed op doen. Dat gaan we niet doen. Ik wil je heel erg bedanken, Arjen. Het boek is trouwens te koop straks. Hè? Dit ligt net buiten de deur. Het kan gepind worden. Dus wie het aan wil schaffen en misschien wel een handtekening inzetten. Hadden we nog een centje, nog een, ook een lijvig boek van een andere hele beroemde Fries, Tjerbe Hettinga. Dus ja. Ik hoop dat je het niet hebt, anders nee. Dan gaan we het iets anders doen. Heel erg bedankt voor uw komst. Ik hoop dat u de volgende keer weer komt. We hebben altijd iedere derde donderdag van de maand een lezing. En dat is 21 april. Dan komt Tim de Wit, correspondent van... was in Engeland correspondent van de NOS. Maar in januari hadden we ook een lezing van Ime Kuiper over de Saskia van Dekema Staten. En toen kon het nog niet doorgaan. Dus we hebben nu over 2 weken alweer een. Die valt er even tussen. 7 april. Dus je bent 7 april en 21 april, maar natuurlijk ook alle andere lezingen weer van harte welkom. Ime Kuiper. Daar is Ime Kuiper, 21 april, Tim de Wit. Er ligt ook flyertjes. Ja? Ime is met dat boek over Dekema Staten genomineerd voor, geweest voor de Halbertsmaprius. Ja. Hij heeft hem niet gewonnen, maar dat fantastisch wel grote boek. Ja. Dus allemaal weer van harte welkom voor nu. Wel thuis en... Mocht u het boek nog willen kopen, dan staan we daar zo wel even. En ik kom daar zo...